staan, dames. Groep 1 van de dag. Ja. Het is allemaal een ontzettend spannend moment van wie komt er uit de kist, hè? Wie komt er uit de kist? Ik heb altijd medelijden met de jeugdvrienden en de jeugdgatje dansen. Ze worden altijd zo rondgedraaid door de jeugdvorsten. De verf is nog een beetje nat, zie ik. Ja. Dag Stijn. Melvin. Dag Melvin. Kom maar met me mee. Stijn en Melvin. Ja, oké, okay, wel staan hoor. Het gaat om jullie vanavond, hè? Moet je wel op de voorgrond staan natuurlijk. Stijn en Melvin. Stijn Rood en Melvin Knol heb ik hier staan. Welkom. Maar dan weten we natuurlijk nog niet wie de prins en wie de adjudant is, hè? Hierbij uit te roepen tot heerser over het Kloetenvolk 2016-2017. Prins Stijn de Eerste, baron zonder alcohol, commandeur van de vrolijke carnavalsmuziek, landheer van Kelvenstraat tot aan de baron, ridder in orde van het kattenkwaad, ambassadeur van, het rijdende, van de alle rijdende winkels. Aldus opgemaakt en getekend in de speciale raadkamer door de president, onder toeziend oog van de jeugdcommissie der Verenigde. Oké, dames en heren, laten we onze adjudant en onze prins maar naar voren komen 2016-2017. Hier zijn onze nieuwe hoofdwerken. Han en Azario. Dat is een mooie tropische verrassing. Zit jou echt in het bloed. In 86 al, 87, we hadden het er net over, was je zelf jeugdprins samen met jouw broer Tom als adjudant. Dus je hebt al enige ervaring. En nu precies 30 jaar later beleef je dit festijn samen met je zoon Stijn opnieuw. En wat ook mooi is, jullie kijken ook over de grens heen met jullie carnavalsvereniging, want jullie gaan er ook op uit. Zo gaan jullie elk jaar volgens mij naar Oldenzaal toe. De Boeskoolstad, beste mensen. Nou, als ergens carnaval gevierd wordt naast Kloetendonk, dan is dat ook wel in de Boeskoolstad. Dus goede ervaring. Dames en heren, een groot applaus voor de nieuwe prins voor het komende carnavalsjaar. Hoogheid, Han Rood. Gefeliciteerd dan. Beste mensen, Arsanio. Je bent wereldberoemd geworden in de gemeente Hardenberg door de uitverkiezing als eerste gewoondoener van het jaar in 2014. Onderscheidend en innovatief zijn de kenmerken die bij jou horen. En dat is volkomen terecht.
Want je hebt daar de Edemstraat op de kaart gezet. Met onder andere het DJ Dance Event. En zoals gezegd met de Edemstraat natuurlijk. Een imposante verschijning, beste mensen. Meer dan een gulle lach die je hebt en je enthousiasme, die werken bijzonder aanstekelijk. En volgens mij ben jij een adjudant om van te dromen. Als ik prins zou zijn, dan zou je wensen dat je zo'n adjudant had. Beste Kloetendokkers, groot applaus voor de prins en de adjudant van dit jaar van Kloetendok, Arsanio Wiet en Han Rood. Van harte gefeliciteerd.